Een hele goede morgen. Welkom bij Nieuwe Ups & Down. Ik heb net zojuist Jordi weggebracht naar schooltje. Hij was hartstikke chagrijnig. Hij wou echt niet uit bed. Hij wou helemaal niks. Maar we gaan gewoon kijken hoe dat daar loopt. Liam zit ook lekker in de auto. Zit rond te kijken. En ik ga nu naar huis rijden. Jordi is natuurlijk nou naar schooltje. En ik ben ondertussen nu fruitje aan het geven aan Liam. Ik heb banaantjes geprakt en wat aardbeidjes uit de vriezer die ik heb laten ontdooien. Hij vindt dit niet zo heel erg lekker, want er zit aardbei in. Maar dan moet hij toch aan gaan wennen. Hè? Ja, hè? Toch wennen eraan, hè? Er zit nog iets. Ja, mama weghalen. Goed zo. En ik heb ook stukjes banaan. Die ik tussendoor geef. Dat is makkelijker met oefenen. En zo. Met kauwen. Lekker kauwen, hè? Ja, hè? Nou kan ik hier echt de tijd voor nemen om hem dat... ja, te laten eten. Moet je wel goed happen, hè? Goed zo. Hij vindt gewoon echt niet lekker. De smaak of de textuur, ik weet het niet. Oh. Deze halen we maar even weg, hè? Dat kun jij nog niet. Wel bijna, hè? Dan moet je kauwen, hè? Een stukje aardbei lukte nog niet. Dat heb ik geprobeerd. Maar dat wou die nog niet eten. Dus doen we het zo. Hè? Ja. Hop. Goed zo. Oh, zit er een liedje? Deze is wel goed te doen, hè? En dan doen we weer een stukje banaan geven. Dat is een beetje glibberig, hè? Daar moet jij nog aan wennen. Oei, oei, oei. Goed zo. Yay. Goed gedaan, Liam. Zelf een boterhammetje eten, hè, jongen. Ja. Kijk hem smullen. Doe toch allemaal oefenen, schat. Yay! Liam die heeft even geslapen. Net geen uurtje. En die is weer wakker geworden. Ik denk dat hij gewoon echt zijn grote broer mist. Die is gewoon echt niet te genieten. Wat is het dan? Wat is het dan? Wat is het dan? Hij is gewoon echt niet blij. Ja, ga daar maar liggen. Hij is gewoon echt niet blij. Ik weet het ook niet. Ik heb al de hele tijd met hem gezeten en geknuffeld en weer in slaap geprobeerd te krijgen. Maar het lukt niet. Nou ja, we gaan gewoon kijken wat vandaag weer brengt. Nou, hey Liam. Liam, wat gaan we doen? Ga je grote broer ophalen, hè? Dan is het afgelopen met het huilen. We gaan Jordi ophalen. Nou, ik heb Jordi opgehaald. We zitten in de auto. Liam is ook weer een stuk vrolijker. En dan gaan we naar huis rijden en Ranja drinken. We zijn weer herenigd.
Ze zijn er blij mee. Ja, Liam in ieder geval. Jordi weet ik eigenlijk niet. Maar ik ga zo eventjes lekker tv'tje aanzetten voor ze. Dat ze lekker filmpje kunnen kijken. En ik leef je oefenen buiten laten. Goedemorgen. Jordi is lekker een flesje aan het drinken. Liam die zit in de box te spelen. En gisteravond heb ik niet meer gevlogd, want het waren hier de rellen. En we waren allemaal bang dat ze hier de wijk in zouden komen, want het was hier om de hoek. En dus wij hadden een beetje spanning daarover. Dus ik had ook echt zoiets van, ik ga het niet zomaar filmen. Ik heb wel heel veel filmpjes gezien. En daar lusten de honden nog geen brood van. Het spijt me zeer. Ik vind het echt belachelijk wat ze hebben gedaan. Echt waar, serieus. Echt. En dat die mensen hard zijn aangepakt, dat is alleen maar goed. En het is nog niet hard genoeg, vind ik. Echt niet. Ze hebben gewoon mensen de stuipen op het lijf gejaagd. Echt waar. Ze hebben dingen kapot gemaakt. Echt. En die mensen, die moeten er eigenlijk echt schamen. En vooral als ze hier uit Den Bosch zelf komen. Ze maken hun eigen stad kapot. Kom op. Waarom? Waarom moet je überhaupt iets gaan slopen? Wat heeft dat voor nut? Maar ja, ik kan me eigenlijk heel boos om maken. Maar dit is geen boze vlog. Dus ik ga me eigenlijk daar verder niet over uitlaten. Ik denk dat ik al genoeg heb gezegd. In ieder geval, ik ga zo de kindjes aankleden. Of in ieder geval Jordi. Die heeft zo dadelijk fysiotherapie. Gisteravond hebben we Jordi ook nog moeten helpen met poepen. Want hij had echt buikpijn. Het was echt niet normaal. Dus dat hebben we ook nog moeten doen. Maar dat heeft hem wel geholpen. En dat merk ik nu ook. Kindje ligt nog te slapen. Ik ga ze zo wakker maken. Ik moet nog heel eventjes naar de winkel gaan. Dus dat ga ik zo dadelijk heel eventjes doen. Ik ga me even omkleden. Zodat ik dat kan gaan doen. Jordi die wilde niet meewerken met fysio. Dus hij was vroeg klaar. Maar hij was wel hartstikke chagrijnig. Nou, ook in dingen van gisteren natuurlijk. Dus, maar ja. In ieder geval, ik ga heel even mijn eigen omkleden. En de kindjes langzaam wakker maken. Een hele goede morgen. Gisteren heb ik bijna niet meer gevlogd. En waarom niet? Ik ben gewoon zo verschrikkelijk moe lichamelijk. Het is gewoon niet te doen op dit moment. Dus ik denk dat er een weekvlogje van gemaakt gaat worden. Liam is al wel wakker. Jordi slaapt nog. En ik heb ook goed nieuws. Jordi krijgt de luiervergoeding. En die krijgen we gewoon. Dus ik ben er blij mee. Want dat betekent dat ik gewoon een kostenpost minder heb. Want hij wordt voorlopig toch niet zindelijk. Dus ja, dan moeten we het op deze manier doen. En we hebben ook goedkeuring gekregen voor de tweede hypotheek waar we mee bezig zijn geweest. En dus we kunnen daar ook mee gaan beginnen. En dan gaan we gewoon langzamerhand gaan we gewoon kijken wat en hoe enzovoorts. Dus daar gaan we ook mee beginnen. En ik wacht alleen nog op nieuws van de SIS. Maar dat ging wat langer duren, begreep ik. En dat is prima. Maar ja, het is zo. Ik denk dat ik van deze vlog een weekvlogje ga maken. Want ik heb bijna niet gefilmd. En dan, dat we het zo doen. Dus ik kom daar straks nog even op terug. Vandaag heb ik niet heel veel te doen. In mijn huishouden. Maar ik moet
eigenlijk vanmiddag ergens heen. En Niels die komt daarvoor naar huis. Want ik moet naar de gynaecoloog voor een groeiecho van de kleine. En voor controle. Dus ja, dat is wat we vandaag op de planning hebben. Maar voor nu ga ik hem lekker in de box zetten dat hij kan gaan spelen. En dan ga ik maar eerst beginnen met mijn eigen aankleden en was aanzetten. Hé jongen, mama wassen hè. Kleine wasjes, grote wasjes. Onze grote vent is ook wakker. Ja, mama je wakker gemaakt hè. Ja. Ik had me even aangekleed. Of ja, pyjama aangedaan. Ik slaap namelijk naakt. Want ik kan helemaal niks aan mijn lichaam hebben als ik in bed lig. Dus vandaar. Maar ja. Ik had dus even wat aangedaan. En toen heb ik was aangezet. En toen heb ik Jordi langzaam wakker gemaakt. Flesje gemaakt voor hem. En dan ligt hij lekker op de bank met een dekentje. Even lekker te koelen. Hij wil ook altijd... Hij wil ook altijd dit. Dus dat doe ik 's morgens eigenlijk altijd. Het is eventjes onze tijd. Liam is dan gewoon aan het spelen. En dan is jullie even mama tijd. Dat is ook belangrijk. Hey, wat een dag hè Niels. Ja. Ik had de kindjes op bed gelegd. En toen is Niels thuis gekomen. Ik had mij klaargemaakt voor het ziekenhuis. En toen mocht ik de kindjes uit bed halen. Ja, want die waren net wakker voordat ik ging. Mm-hmm. En toen ben ik naar het ziekenhuis gegaan. Daar heb ik heel lang gezeten, want het liep allemaal uit. En ik heb knabbel en babbel flesjes en koekjes gegeven. Ja. En alles is gewoon goed met de kleine. Ik weet niet of je het goed ziet. Dit is de kleine. Hier zie je het neusje, het hoofdje en alles. Het gaat dus allemaal goed. Hij heeft wel kortere beentjes, maar dat heeft Liam ook. Mm-hmm. Liam heeft een groter rompje, kortere beentjes. Maar ja, dat zit er ook een beetje in, vind ik. De volgende keer kan hij ook zomaar weer groter zijn, hoor. Dat was de vorige keer toch ook. Ja, dat is ook wel eens zo geweest. Maar ik moet over 2 weken weer terug. Dat is protocol. Maar goed, het zit erin. Dus ja, hè. Mm-hmm. We kunnen weinig. Maar voor de rest, het gaat allemaal gewoon goed. Het ziet er allemaal gewoon goed uit. Het beweegt gewoon goed. Het doet gewoon wat hij moet doen. Dus wat dat betreft, hè. En toen kwam ik thuis. En Jordi had eigenlijk al de hele dag een beetje last van buikpijn. Mm-hmm. Een beetje, behoorlijk last van buikpijn. Ja. Toen heb ik hem toch gewoon eten kunnen geven. We hebben hem eten kunnen geven. En toen zijn we zelf gaan eten. Toen ben ik op de bank op een gegeven moment in slaap gevallen. Toen heeft Niels Liam naar bed gebracht. Mm-hmm. En toen heeft Niels me wakker gemaakt omdat Jordi verschrikkelijke buikpijn had. En daarom heb ik dus zitten janken. Want het is gewoon, het is zwaar zoiets. Je weet dat je hem helpt, maar je weet ook tegelijkertijd dat je hem niet pijn doet, maar ja, het is niet prettig. Nee. En ik heb vandaag ook een gesprek gehad met medisch verpleegkundige van het Radboud. En binnenkort kan die onder het mes, volgende week is het zelfs al. Ja, over een week is hij gewoon aan de beurt en dan gaan ze meer onderzoek ook doen. Om te kijken wat, of dat er toch niet meer aan de hand is. Als dat het alleen maar de botox, zeg maar. Dat we niet dingen zeg maar over het hoofd zien. En daar staan we ook volledig achter. Ja. Dus dan krijgt hij dus meer onderzoek. Omdat ik ook heb aangegeven dat het gewoon. Het is gewoon lastig. Het is gewoon echt lastig voor het manneke gewoon ook. Het is niet alleen voor ons lastig, het is ook voor het manneke lastig. Het heeft de hele dag buikpijn en je weet dat je er dan tegenaan hikt om hem te helpen. Maar ja, hè? Ja.
In ieder geval, hij is daarna lekker gaan slapen na zijn flesje. Ik heb hem even geknuffeld en toen is hij gaan slapen. Ja. Dus wat dat betreft hebben we hem dan wel weer geholpen, ondanks dat het geschreeuw is. Maar ja, in ieder geval, ik ga heel eventjes nog wat eten, want ik heb niet veel kunnen eten vandaag. En dan gaan we dadelijk weer een keer naar bed. Ja. Even stofzuigen en dweilen, want morgen hebben we weer fysio. En dan wil ik de vloer gewoon netjes hebben. En dan gaan we weer zien wat de donderdag ons brengt. Een hele goede morgen. Vanochtend hebben we al fysio gehad. Liam die is nu met Joef aan het spelen. En Jordi zit lekker in zijn uppie. En dat is dus nu het geval. Ik ga zo dadelijk even fruit geven. Ik doe wel een potje geven, want het wordt anders laat. Maar Liam wilde heel graag even met Joefje spelen. Waar is Liam dan? Nee, Joef, dat mag niet. Nou, ik ga heel even fruitpotjes pakken en een kindje klaarmaken voor mijn fruitje. En dan, ik ben heel blij dat dat gewoon zo goed gaat. Het is weer tijd voor een boterhammetje. Fruitje hebben ze al gehad. Liam heeft zijn eigen bordje met wat eitje erin. Want ze krijgt lekker eitje. En Jordi die krijgt lekker van mama gewoon een boterhammetje. Want hij doet dat nog niet zelf, hoeveel ik het ook probeer. Bol de bal. Laat, je kan een bal toch geen naam geven? Natuurlijk wel. Lekker eten, Lily. Want vandaag ben ik jarig. En ik ook. Oh, hey, hallo allemaal. Hallo. Ik ben Lies. En ik ben Lach. En vandaag zijn wij jarig. En als hij er dadelijk bijna op heeft, dan vul ik het gewoon weer aan. Want ik heb hier genoeg op het bord liggen. Maar hij wil gewoon lekker zelf happen. Hè? Lekker zelf eten, hè? Lekker. Zes. Ja, dat wist ik wel. Wij zijn alle twee 6 jaar hoor. Kijk, 6. Dit doen we ook voortaan met avondeten. Dan krijgt hij een bordje. En dan krijgt hij ondertussen hapjes van mij. En dan kan hij ondertussen zelf eten. En dat werkt voor Liam eigenlijk op dit moment heel erg goed. Ik dacht dat wij alles. Ben je mond alweer leeg? Maar dat kan toch ook een cadeautje voor mij zijn? Kom, lekker hè? We zijn toch alle 2 jarig? Oké, zeg. Ze hebben net geslapen en hebben al eierkoekje op en drinken. En nou is Liam heel even aan het uitbuiken, hè. Ja. Papa, laat eens zien wat je achter je luchtpast hebt. Zijn mijn manneke. Het filmpje is heel interessant. Nou, kindjes liggen te slapen. En Nou, wij nog. Wij gaan ook zo lekker slapen. Ik heb ook al de weekvlog geëdit. En die ga ik morgen uploaden. Alleen dit laatste stukje nog.
Dus bij deze gaan we deze ups en downs ook afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.